Colmont Woonprojecten heeft een groot aantal bouwgronden in portefeuille. Zo zijn er op Park Eckelgarden in Hasselt momenteel bouwgronden te koop voor open bebouwing. Deze verkaveling ligt net buiten de stadsrand, ter hoogte van de Luikersteenweg. In Kuringen, ter hoogte van de Roeselstraat, is er één bouwgrond te koop van 6 aren. Je kan hier een gelijkvloerse, vrijstaande woning bouwen in moderne architectuur. Vlak bij het centrum van Kuringen, aan de Rode Rokstraat, wordt project Herkenrodeveld gerealiseerd. Ook hier zijn verschillende bouwprojecten te koop voor telkens een open bebouwing. Aan de Meeuwerkiezel in Bree wordt project Koppenberg gebouwd. We bieden bouwgronden aan voor open en half-open bebouwing. En in het centrum van Peer wordt de nieuwe verkaveling Burkel aangelegd in samenwerking met de stad Peer. Colmont biedt hier een uitgebreide mix van percelen aan. Wonen aan het water is voor velen een droom. In Dilsenstokkum kan het. Ter hoogte van de Zuid-Willemsvaart wordt woonproject Willemsvaart gerealiseerd. Er zijn verschillende bouwgronden te koop, telkens voor een open bebouwing. We eindigen de opsomming in Tongeren. Aan de Koningsumstraat op 1 kilometer van het centrum is een laatste bouwgrond te koop van 14 aren 97 groot voor een vrijstaande woning. In Mall is er een nieuwe verkaveling gecreëerd waar veel nieuwe gezinnen hun intrek al hebben genomen. Er zijn nog enkele percelen te koop, zowel voor open als half open bebouwing. En tenslotte wordt in Pieringen ook een nieuwe woonzone ontwikkeld ter hoogte van de Merenstraat. Je kan hier bouwgronden vinden voor een open en half open bebouwing. Er is altijd een grote verscheidenheid aan perceelgrootte, prijs, soort bebouwing en oriëntatie. Kom eens langs op ons kantoor, wij helpen je graag verder.